today just to remember a great friend of us, two great friends of us. A clear racing incident. Please, let him go. NOS on track nummer 4. Dit keer niet vanaf Schiphol. Dit keer niet met het vliegtuig. Hey Thijs, ga je mee? Dat is Klaas. Dat is de minder knappe versie van Rachid. Niet Rachid. We gaan naar België. We gaan naar Spa. Lekker dicht bij huis. Maar wel een gevoelig themaatje daar. Met de bocht, der bocht. Hier Spa, mooi dichtbij. Lekker met de auto. En met Klaas. Dit is Klaas. Spa rood, Spa blauw. Nou, dat wordt een lang weekend. We hebben nog geen Louis bij ons, zoals je ziet. Daar is een reden voor. Louis komt met zijn eigen auto. Die gaat het lekker zelf uitleggen straks. Hebben we een probleem? Ja, we hebben huisdieren. Een heel groot probleem. Nou, ga je gang, held. Hours later. Kom eens. Ja, kom maar, kom maar. Nee, nee! Kut! Hij is onder. Waar is hij? Hij zit onder het keukenblok. Ik denk dat we Louis moeten bellen. Ja. Ja, waar is Louis als je nodig hebt? Ja, precies. Louis, waar ben je? Nou, vandaag dus donderdag, dag 1. Ja, donderdag traditioneel de dag van interviews. Afwachten wie we te spreken krijgen. We weten al geen Max Verstappen. Dus we gaan kijken wie we wel kunnen spreken. Als ik zeg Spa, zeg jij Louis? Water, ja. Of wel regen. Lekker weer. Het is hier heel vaak ellende. Don't think that's coming out today. It's always been a rainy condition here. How would you name it? Pretty miserable. It's a big team here, the Eau Rouge turn. Yeah, how do you look at that? What's happened over there? I feel like we should do something that make us proper chicane. I think, yeah, it's a very dangerous place, especially with the visibility around here. You suggested to put in a chicane. Yeah, so that could be an option. The big issue is visibility when it's raining. Spray. It's very difficult to see. And when I say very difficult, it's almost impossible. Ik geloof dat we vanavond al met dit thema te maken gaan krijgen. Ja, ja, want het is Pierre Gasly is hier eigenlijk zijn boezemvriend verloren, Antoine Hubert, die hier verongelukte dus een paar jaar geleden. En Gasly heeft het plan om hier met eigenlijk iedereen die wil te gaan wandelen naar de plek. En dat wordt een eerbetoon waarbij hij ook wel zo netjes is om te zeggen, het gaat me niet alleen om Antoine Hubert, maar hij weet natuurlijk ook wat er met Milano is gebeurd. Ja. Dus het is een dubbele herdenking voor deze plek. Die ontzagwekkend is en ook heel mooi, maar het is ook een kippenvelplek op de verkeerde manier, zeg maar. Ja. It's a very special place, a very emotional place, and I just really appreciate you getting all together. Na een zware crash op het circuit van Spa-Francorchamps is Formule 2 coureur Antoine Hubert overleden. A great friend of us, two great friends of us, amazing drivers that we lost. I think it's just great as a community, as a sport, and as a big motorsport family to gather together and remember these two amazing talents. Bij een ongeluk op het circuit van Spa-Francorchamps in België is een jonge Nederlandse coureur Ilana van het Hof om het leven gekomen. Hij was pas 18 jaar oud.
Louis, we zijn nog iets vergeten. Ja, vast. Ja. Weet je waar ik op doe? Koffie. Nee. Ja, ja. Muziekje. Oh ja. Ja, nee, echt heel blij mee. Ik ga er even staan. Ja, zo goed. Ja. Hey Louis. Hey Matthijs. De koffietest. Ja. Verraad jij even waar we naartoe gaan? Naar McLaren. Naar McLaren. En dat team zit in de lift. Ja. En de vraag is, gaat de koffie mee in de lift? Nee, ja. En de vraag is ook in welke taal gaan we doen, want... Ja, je kunt kiezen. Kom op. Ja. Hallo, welkom. Ik ben Robin. Hoi. En jij? Hoi Pien. Ja. Nou, wij doen de catering voor McLaren. Elke race. Jullie gaan altijd mee? Ja. Ja. Nou, wij zijn hier omdat we komen testen. Wat is jullie specialiteit? Waar heb je zin in? Een cappuccino? Ik kijk even naar Louis. Cappuccino. Ja. Vaas? Ook een cappuccino. Cappuccino. Lijkt voor de espresso. Ik voel een plus 1 aankomen, Louis. Om nou meteen een punt ervoor te gaan geven, vind ik ook wat over. Nou, ik vind het zeker een half punt extra. Proost. Thank you. Yeah. You like coffee yourself, Oscar? I don't, but the McLaren coffee is very good. Really? Is it really? 8,5 out of 10? No, 10. 8,6. Topping is echt lekker. 8,5. Ja. Ik vind dit een 9,2. Dan komen we denk ik als we creatief rekenen en toch uit op een 9. Het is een 9. So you're leading together with Haas. We gaan vrijen. Ja, jullie bedankt. Altijd welkom. Hallo. En toch is het al de dag van de kwalificatie. Hoe zit het nou? Ja, dat is omdat ze van de zaterdag een sprintdag willen maken. En dan moet het allemaal om sprinten. Eén ding weten we nu al zeker. We stappen, start 5 plaatsen achteruit. Dat is een tactische zet, hè? Ja, het is eigenlijk gewoon winkelen. Maar ze zorgen gewoon dat ze hun voorraad voor de rest van het seizoen op peil hebben. Want je mag niet straffeloos zomaar versnellingsbakken en motoren wisselen. Dus ze doen dat gewoon hier, omdat het hier eigenlijk geen pijn doet. Waarom doet het eigenlijk geen pijn hier? Omdat je hier vrij makkelijk kunt inhalen. Verstappen is weliswaar de snelste, maar start door zijn gridstraf vanaf plek 6. Leclerc profiteert, hij pakt pole position met naast hem Perez op P2. Dat was best aardig, hè? Ja, ja, hij start P6. Hij zegt het zelf, hè? Het verandert voor mij niks. Morgen start ik P14. Ja. Dat vond ik ook. Ja, ja, als hij van P20 vertrekt, dan wint hij waarschijnlijk ook. Hey, Klaasie, wat nou als wij zo eens een rondje gaan hardlopen? Ja. Nee. 3, 2, go! Gaat het? Ja, hallo! Thuis, hoe gaat-ie? Ik ben nu kapot, je zweet! Dat is best leuk. Ja, Thijs, waar ben je dan? Volgens mij daar ergens in de verte. Kom maar, Thuisje! Ja, jongen! Zaterdag, racing day. Weet je wat het is? We gaan racen natuurlijk. Sprintrace. Sprintrace? Nee, weet ik eigenlijk niet. Gaat Louis vertellen. Klaas wil graag weten wat een sprintrace is. Een sprintrace is gewoon een korte race van een half uurtje. En vandaag werkte het vrij hard. Ja. Gebeurde genoeg. Perez en Hamilton. Hamilton raakt de Mexicaan. Hij krijgt 5 seconden straf. En Perez zal later uitvallen. De winnaar heet Verstappen. Piastri wordt tweede. En Pierre Gasly de derde plaats. Ik vind het leukst als een jonge coureur het ineens heel goed doet. Dus ik vond Piastri het hoogtepunt. Gasly? Ja, Gasly heeft hier zoveel narigheid meegemaakt. Dus ik denk dat iedereen hem gunt dat het zich in mee zat. De rest, ja. Ja, wat moeten we daar nog van zeggen? Toto Wolff zei het volgende. Yeah, clear racing incident. If you want to see them racing, then you can't in a sprint race give somebody 5 seconds. Mijn eerste gedachte was ook een racing incident. Niet over gaan zeuren, maar hij heeft straf gehad. Dat zal wel verdiend zijn. Maar het punt is, het overkomt Perez weer. En het begint toch op te vallen dat dit soort dingen Verstappen nooit overkomen. Ja, jij gaat radiocommentaar doen. Je laat het hier alleen achter. Daarvoor dank. Ja, vind je het erg? Nee. Ja, je wel eigenlijk. Nou ja, ik mis die muizen niet hoor. Nee. Koffietest deel 2. We zijn bij 8 Grand Prix en we hebben 10 teams in principe, dus ja, die moeten we allemaal ergens schrijven. Dus we moeten ergens een dubbelslag staan. Nou, bij deze. Alpine. Ja. Alpine. We hebben een Italiaanse barista. Buongiorno. Buongiorno. You know why we're here? Yes, yeah. For a coffee. What kind of coffee you prefer? Ik durf het eigenlijk niet te zeggen tegen de Italiaan. Coffee in the afternoon, a cappuccino please. Oh, voor de cappuccino. I'd like an espresso please. You
finished already? Yes. My God, you're fast. Well, you're quicker than your team. It's plus one for how fast he is, right? For PA. Yeah, die is wel hoog. We're going to give a number. Okay. I think it's 8.5. En we zijn het eens. Ja? Yeah? Dus voor de eerste dit jaar. Oh, we agree. 8.7. No. 8.7. It's going to be 8.6 in the end. Yeah. We're gonna try to improve now. Yeah. Yeah. Thanks so much. Next year Ferrari. Yes. Zondag, Klausie. Laatste dag. Ja, eindelijk. Eindelijk, zegt hij. Hoeveelste Grand Prix was dit van je? De eerste. Ja, Louis zit in Hilversum. Niet op het circuit, maar in een hockey. Ja, P18 heet dat. Dat past me wel, hè? We gaan straks nog eventjes contact met hem leggen. Dat doen we na de race. We zijn nu onderweg naar het circuit. Dan gaan we de race kijken. Verstappen in het gedrang, die zal voorzichtig moeten zijn. Die beseft heel goed dat hij terrein goed kan maken later in de race. Verstappen zegt op de boordradio, het regent stevig. En op dat moment komt een van de Aston Martins binnen. Ronde 44 van 44. Perez geen schijn van kans tegen de koning van de Formule 1. Die nu op weg gaat naar het zwart-wit geblokt. En die weer wint. Louis, hoe is dat? Nou, ik ben blij dat ik even een dag rust heb, Matthijs. Ja. Zonder die camera van je. Het was een beetje een saaie race, maar gelukkig hadden we de boordradio nog. Dat was eigenlijk best wel vermakelijk tussen het echtpaar van Red Bull. Ik sprak Horner net en ik vroeg hem of hij zich daar al een beetje zorgen over begon te maken. Of er basjes in het huwelijk ontstonden tussen Verstappen en Ramirez. Maar hij vond het allemaal dikke prima. Hij zegt, dit hoort erbij. There's a great relationship between those two. They push each other and I think you need a dynamic like that. One is based on trust and... En also on respect. Ja, het schijnt pas fout te gaan tussen die twee als ze geen ruzie meer hebben. Maar wel leuk dat we allemaal mee mogen genieten. En het schijnt altijd na de race weer vrede op aarde te zijn daar. Maar dat is ook makkelijk, hè, als je altijd wint. We zien elkaar in de 100 of wins.